Welkom bij de vierde aflevering van Airtime. In de vorige uitzending hebben jullie kennis gemaakt met verschillende bands voor de Popprijs Amsterdam. Dit keer de tweede voorronde van de Popprijs. We zijn vanavond in de N201 in Aalsmeer tijdens de tweede voorronde van de Popprijs van Amsterdam 2011. En we hebben weer een fantastische jury die de bands gaat beoordelen. Vorige week hebben ze één band laten doorgaan, dat was Between Skins. Jullie hebben nog even een stukje kunnen zien op RTV Amstelveen. De jury bestaat uit Leonista, Steven en Axe. Het zijn alle drie muzikanten uit de omgeving Amstelveen. Ze hebben al vele optredens gehad in de podia hier in de omgeving. Vanavond 1 Inseno, 2 Damage Done, 3 Velvet en als laatste Definitions. Put your hands up, come on, hands up, come on, hands up, come on. Ja! We zijn Inseno, althans ik ben Inseno. Dit is Davy, hij doet backups. En ik ben met mijn DJ Jersey. Hij scratcht. En we maken hip-hop, ja man. Ja, wij hebben het publiek heel erg mee, omdat we houden het gewoon heel energiek. We proberen ze erbij te betrekken. Ik bedoel. In mijn eigen studio. En wat ik nu ga zeggen is heel arrogant. Maar ik ben niet arrogant, dus dat jullie het wel weten. Dus wat ik nu zeg moet je gewoon met een korrel zout nemen. Mijn shit is beter. Album. Koop in Seno's album. Koop hem. Hij heeft geen album, maar koop in Seno's album. Koop hem! Wil je even zeggen van welke band jullie zijn? Damage Done! The original. Nou, ik speel sowieso omdat ik het leuk vind. Dus je hebt het publiek eigenlijk niet nodig, je doet het eigenlijk een beetje voor jezelf. Jawel, nee, ook voor mezelf, maar ook voor het publiek vind ik ook leuk. Ja, het ging wel goed. Ik denk dat we later beter werden. Ja, halverwege werden we denk ik lekker beter. Bedankt voor het optreden. Dankjewel! Ik let voornamelijk op toekomstperspectief en verkoopbaarheid. Omdat ik gespecialiseerd ben in het marketen van bandjes. Oké, wat maakt een band verkoopbaar? Image. Een duidelijke stroming, een duidelijk beeld. Zodat het voor het publiek duidelijk is wat het is en wie ze zijn en waar ze voor staan. Ik denk dat je kans maakt vanavond om te winnen. We hopen het wel. We hopen het heel erg. Ik vind iedereen wel goed. Ik vond Inseno ook wel goed. Die was, was alleen zeg maar, als rapper. Dus we zien het al. Objectief gezien waren we hartstikke leuk bezig, vonden we zelf. Ja, het ging echt heel goed. Iedereen moet bescheiden blijven. Maar
Het was leuk. Het was leuk. Ik was wel blij dat ik een trui aan had, want ik had het echt heel koud daar. Ja, echt. Had jij het koud? Echt heel koud. Van waardoor zijn jullie geïnspireerd? Hoe ontstaan jullie nummers? Wie wil daar wat over zeggen? Ik ben geïnspireerd door Wessel. Want Wessel weet heel veel van muziek en daardoor zijn we echt op dit pad gekomen. Ja, maar ik ben dan weer geïnspireerd door heel erg lekker eten. Bijvoorbeeld chicken katsu curry. Ik denk dat we bijvoorbeeld Strokes, Arctic Monkeys, maar dat zijn eigenlijk wel a given. Ik bedoel, dat is voorspelbaar. Daar houden we niet van. En André Hazes. Ja. Ik vind het niveau vandaag hoger liggen dan van vorig jaar. Maar gemiddeld gezien is het niveau gemiddeld. Ja, wij heten Definitions, maar onze naam is nu veranderd naar A Descending Seashore. Waarom ga je je naam veranderen? We zijn 3 jaar geleden begonnen en dan ben je 15, 16 en dan vind je toch andere dingen leuk. Het klinkt heel cliché, maar zo is het helemaal en dat is bij ons ook zo. Ambities met de band nu? Voornamelijk gewoon een paar goede optredens doen. Hopelijk een beetje namaken en kijken waar het tot waar we kunnen komen. Ja, we hebben een winnaar en een runner-up. In ieder geval door naar de volgende ronde is RTV Amstelveen is op zoek naar talent. Ben jij een geboren entertainer en wil je doorbreken als artiest of met je band? Geef je dan nu op voor Airtime. Stuur een mail naar redactie@rtvamstelveen.nl. En wie weet zien we jou terug in de volgende uitzending.